Hallo allemaal, assalamu alaikum. Vandaag leer ik jullie hoe je banjan chalao kunt maken. Dit is een Afghaans gerechtje dat bestaat uit aubergine. Dat wordt vaak geserveerd met Afghaanse witte rijst, namelijk chalao. Een filmpje van de witte rijst heb ik al geüpload. Nou, laten we gaan beginnen. Je hebt ervoor nodig aubergine, knoflook, uien, rode paprika en een klein beetje tomatenpuree. Wat we nu gaan doen is met de schilmesje de auberginevel weghalen. Nu ga ik de aubergine in blokjes snijden, maar maak ze niet te klein en ook niet te groot. Als ze te klein zijn, dan gaan ze in het gerechtje verdwijnen. En als ze te groot zijn, dan duurt het wat langer om te koken, dat ze zachter worden. Dus houd het een beetje midden. Om te voorkomen dat de aubergines een kleurtje krijgen, dus dat ze bruin van kleur worden, dan doe ik een beetje olie bovenop. En dan ga ik verder met sausje maken. En voor de saus heb je dus nodig knoflook. Hier zie ik ongeveer 3 knoflookteentjes, 3 à 4. En dat moet je dan klein gaan malen. En dan heb je nodig halve paprika. Dus de helft van de paprika ook gewoon klein snijden. Gewoon grofjes snijden, hoeft niet allemaal perfect te zijn. En dan verse tomaten als je die hebt. 2 à 3 stuks. Heb je dat niet, dan gewoon uit de blik. Ik neem dus een halve blik ervan. En de aubergines. En ja, dan gaan we beginnen. Je hebt dus een grote pan nodig. En je doet de uitjes in. Die ga je ongeveer voor 2 à 3 minuten laten in de pan laten. Om ze een kleurtje te geven. En dan voeg je de knoflook eraan toe. De rode paprika. En dan laat je het ook ongeveer voor een minuut of 2 in de pan. Vervolgens voeg je de tomaten eraan toe. Dus nogmaals, ik heb een halve blik van de tomaten. Die heb ik eraan toegevoegd. En dat laat ik ook ongeveer een minuutje verder koken. En dan voeg ik de kruiden toe. En qua kruiden doe ik dus kurkuma. Een beetje kurkuma ervan. Een beetje gedroogde korianderpoeder. Malaga. En een beetje zout. En een beetje curry. En nog wat zwarte peper. Zie je dat jouw aubergine gerecht pittig wordt, dan kun je eventueel een beetje chili krokken aan toevoegen. Wat ik hier doe is een beetje extra. Dus ik voeg een klein beetje tomatenpuree aan toe. Dat doe ik bewust omdat ik wil dat het een mooi kleurtje krijgt. Maar voeg er niet te veel aan toe, want anders gaat je gerechtje een beetje zuur smaken. Nou, we gaan aubergine eraan toevoegen en die gaan we ook goed roeren, zodat overal dezelfde kleur komt en al die specerijen gewoon gemixt zijn. En dan ga je halve theeglas tot een theeglas ongeveer water eraan toevoegen. En dit laat je koken op hoog temperatuur met de deksel erbovenop. En zodra je echt ziet dat het water gaat koken, dan zet je hem wat lager. Je zet hem lager totdat je ziet dat je aubergine gerechtje zacht is geworden. En dat zie je door als het olie vrijlaat. En als je aubergine zacht van structuur is, zoals in de video te zien is, dan is je gerechtje klaar. Dit gerechtje wordt vaak geserveerd naast witte rijst, Afghaanse witte rijst, namelijk chalao. Een filmpje daarvan heb ik op YouTube staan, dus kun je naar kijken. En je kunt het natuurlijk ook gewoon met Turks brood eten, dus zonder de witte rijst. Als je meer van zulke Afghaanse gerechtjes wilt hebben met video en recepten uitgetypt, dan voeg me toe op Dunya's Kitchen op YouTube. Daar deel ik alle Afghaanse gerechten. Dus vergeet me niet te delen, liken en te volgen. Nou, dat was het dan weer. Assalamu alaikum. We zien elkaar weer. Doei!